Welkom bij Veradee. Ischias-oefeningen, een verzamelnaam voor verschillende oorzaken, rug, bil- en beenpijn. Laten we starten in kruiszit. Rek je hoofd naar alle richtingen, naar boven, naar onderen, zijwaarts, achter, maak je nek los. Beweeg altijd binnen je pijngrens en let op je houding. Maak een halve cirkel met je hoofd en wissel om en om van richting en bepaal zelf je ritme. Adem uit, lichte rugdraai naar de rechterkant. Inademen naar het centrum, rugdraai naar de rechterkant. Inademen naar het centrum en draai naar het centrum. Wissel van kant, wervelkolom, draai andere kant, draai en naar het centrum. Adem uit, adem in naar het centrum. Ga lang uit op je buik liggen, voorhoofd naar de vloer. Ellebogen of handen onder je schouders. Luister naar je lichaam en let op je eigen grenzen. Opdrukken in buiklig. Adem in, druk op. In een lichte achteroverbuiging. Adem uit, voorhoofd naar vloer. Adem in, druk op. Wees voorzichtig, luister naar je lichaam en ga zo ver als je zonder pijn aan kan. Beweeg langzaam en vloeiend, wervel voor wervel en volg je natuurlijke ademhaling. Omhoog, lichte achteroverbuiging, laat los, omlaag. Druk op, lift je borst omhoog en laat los. Lift op, druk je borst omhoog en laat los. Adem uit, adem in, lift je borst omhoog, adem uit. Voorhoofd naar vloer. Druk op en hou vast. Blijf ademen. Goed zo. Super. Oké, ga in rug lig en neem een handdoek of een band. Plaats deze achter je. Kom in rug lig. Druk je onderrug in de vloer, zodat je de handdoek of band niet meer kunt verschuiven van de ene naar de andere zijde. Navel licht ingetrokken. Houd deze positie aan. Dit is al een oefening op zich. Onderrug op de vloer. Navel licht intrekken. Beweeg om en om je rechter en linkerknie naar je borstkas terwijl je uitademt. Hier ook, beweeg binnen je pijngrens en op je eigen tempo. Beweeg langzaam en vloeiend. Bilspieren rekken en losmaken. Doe zo verder op het ritme van je ademhaling.
lumbale oefening. Duw je onderrug tegen de vloer. Je handdoek of band mag niet verschuiven. Knieën gebogen en tegen elkaar. Armen langs je lichaam. Beweeg je knieën in een rustige tempo van zij naar zij, tot je een lichte weerstand voelt. Beweeg hierbij je romp zo weinig mogelijk. Adem uit, beweeg je knieën zijwaarts. Adem in, beweeg je knieën naar het midden en wissel van kant. Losmaken en massage van de rug. Doe zo verder. Oké, bruggetje. Leg de handdoek of band opzij. Zet je voeten op heupbreedte. Kantel je bekken naar achteren door bil- en buikspieren aan te spannen, zodat de holte in je onderrug wordt uitgevlakt. Laat los en herhaal. Brug til je heupen op, zodat je schouders, heupen en knieën in rechte lijn vormt. En kom wervel na wervel weer omlaag. Bekken terug neutraal. Een lichte holling in de onderrug. Kantel het bekken, hef de heupen op, wervel voor wervel omhoog. En terug omlaag. Bekken terug neutraal. Inademen. Kantel het bekken. Heupen omhoog. Hou vast. Maak een rechte lijn van je schouders tot aan je knieën. En terug omlaag. Adem uit. Bekken neutraal. Omhoog. Omlaag. Laten we nu de armen bijnemen. Inademen. Kantel het bekken, heupen omhoog en gelijktijdig de armen over het hoofd naar achteren. Uitademen omlaag, bekken neutraal, armen langs het lichaam. Inademen. Kantel het bekken omhoog. Uitademen omlaag, bekken neutraal. Doe zo verder, beweeg langzaam en vloeiend, wervel voor wervel, op het ritme van je ademhaling. Inademen, kantel het bekken, heupen omhoog en gelijktijdig de armen over het hoofd naar achteren. Uitademen, bekken omlaag, armen langs je lichaam. Laten we nu ontspannen. Adem uit, knieën naar borst. En open je benen lichtjes. Rol zachtjes je benen van zij naar zij voor een massage van je onderrug. Sluit je benen, knieën tegen elkaar en omhels deze. Ontspan.
Geef je over aan de zwaartekracht en voel hoe de spanning loslaat in je onderrug, je billen. Blijf nog even in deze houding. Hou vast. Open de ogen. Duw jezelf omhoog en kom in kruiszit. Neem je tijd. Verleng je wervelkolom, rechte rug en duw je bekken in een neutrale positie, schouders naar achter en omlaag. Zo, dit was het voor vandaag en tot de volgende. Dag!